Hey guys, welkom bij een nieuwe video. Ik vind het echt super leuk dat ik eindelijk een keer een andere video opneem dan een vlog weer. En vandaag ga ik mijn beauty routine opnemen. Dus make-up. Niet zozeer skincare. En ik hoop dat jullie het leuk vinden. Van tevoren wil ik wel even zeggen, deze video is niet gesponsord. Alle producten heb ik meestal zelf gekocht en sommige gekregen, maar het is geen samenwerking. Het zijn oprechte producten die ik elke dag gebruik, zoals jullie waarschijnlijk wel weten. En ja, dit is eigenlijk mijn everyday make-up. Dus ik hoop dat jullie het leuk vinden. Let's start. Ik heb wel al gedoucht. En ik heb wel een moisturizer heb ik al opgedaan. En mijn haar al wel geveut. En hier zit mijn make-up in. Deze tas had ik trouwens een aantal mensen iets over gevraagd of je me kon kopen. Ik heb deze tas bij een perspakketje gekregen van Chanel Beauty. Wat ik zelf de laatste tijd gebruik, en ik ben er eigenlijk heel blij mee. Sinds denk ik een maand gebruik ik dit, voordat ik make-up ga doen, is Embryolisse. Kan je in Frankrijk overal kopen en in Nederland weet ik het eigenlijk niet. Ik heb het zelf in Parijs gekocht bij een farmacie. En ik heb zelf het idee dat mijn foundation gewoon echt veel mooier zit doordat ik dit gebruik. En ik heb ook een droge huid, dus voor mij is het gewoon wel chill om nog een extra laag vet op te doen. Ik gebruik twee foundations, Milani en Luminous Silk van Armani. En die gebruik ik nu ook. Deze gebruik ik wel het meest, want het lijkt of je niet heel veel foundation op hebt, maar je hele huid is uiteindelijk een soort van zijde zacht laag. Je zit er overheen en hij dekt wel heel goed, maar hij voelt dus niet dik. Dus dat. En ik doe het echt altijd op mijn beauty blender. Ik wist dus niet, ik heb denk 3 jaar lang mijn beauty blender gebruikt en ik wist niet dat je die nat moest maken tot denk 1 jaar geleden. Dus, want dan gaat je foundation gewoon beter op en dan gebruik je niet, verspil je niet foundation. Dus die gaan we nat maken. Ik haal zelf wel altijd even het natste gedeelte eraf. En ik weet niet waarom, maar met elke foundation die ik gebruik, gewoon alles mix ik kleuren. Want ik heb nooit in 1 keer de goede kleur. En met Armani, nou ja, ik moet zeggen, in de winter gebruik ik wel echt puur alleen die kleur 3. Maar nu, even kijken, gebruik ik 5 en 3. Dus die mix ik allebei op mijn beauty blender. Dit is 5. Zeg maar, als ik bijvoorbeeld nu, heb ik gisteren een klein beetje zelfbruiner opgegaan, dus ben ik iets bruiner. Dus dan mix ik iets meer 5 en dan doe ik een klein beetje 3 erdoorheen. En dan heb ik meestal de perfecte kleur. Ik pak zelf even mijn little mirror erbij. En wat ik zelf ook heel fijn vind aan deze foundation, is dat je heel goed laagjes over elkaar kan doen. Dus dat kan er bij sommige foundations heel cakey uitzien. Maar ik vind zelf bij deze dat dat heel erg meevalt. En ik begin meestal ook ietsjes lichter en dan doe ik 1 donkerder laagje erover. Want ik heb het idee dat als je foundation er de loop van de dag afgaat, dat het dan beter is om een wat lichtere onderlaag te hebben. En ik hoop dat jullie het allemaal goed kunnen zien. En ik hoop dat jullie deze video net zo leuk vinden als ik. En ik doe dus echt liever met alles eigenlijk aan make-up stapelen. En niet in 1 keer een hele dikke laag. Ik denk dat ik nog een klein beetje erbij ga doen. En sowieso doe ik altijd liever met bronzer ook mezelf ietsjes bruiner maken dan met foundation. Maakt echt zo'n verschil als je foundation op hebt. Ik moet wel zeggen, ik heb wel echt denk 3 dagen per week draag ik foundation. Maar ik vind het wel echt zo mooi. Alright, this is done. Even kijken, dan de volgende stap. Dit is mijn volgorde. Ik zeg niet, ik ben geen make-up artist, dus ik zeg niet dat dit de perfecte volgorde is. En ik drink altijd koffie bij mijn make-up routine. Dat doe ik echt elke dag. De volgende stap die ik doe is dat ik met mijn ogen ga beginnen. Ik doe altijd concealer, highlight en al die dingen pas later. Dus dit is, ik weet niet waarom dit mijn routine is, maar zo doe ik hem altijd. Laat even weten wat jullie doen. Of jullie eerst concealer doen en dan ogen. Of dat je eerst ook net als mij je ogen gaat doen en dan pas concealer en de rest. Oké, ik laat dus wel echt het product zien die ik elke dag gebruik. Dus dit ziet er niet meer perfect uit.
Maar ik gebruik voor mijn ogen dit palet van Charlotte Tilbury. En die heet Stars in Your Eyes. En die ziet er zo uit. Echt zwaar gebruikt. Zoals jullie zien. Maar goed. I like it. Ik gebruik om mijn oogschaduw op te doen, gebruik ik 4 kwastjes. Dat zijn deze 4. Deze is van MAC en dit is de 2248. Of 224S, ik weet het niet. Maar het is niet gewoon blending. Ik heb deze. Ik heb deze kwast oprecht al sinds mijn studententijd. Toen heb ik hem gekocht. Dus dat is zeg maar, ik dacht toen ook van waarom ga ik zoveel geld aan een kwast uitgeven. Maar het is het wel echt waard, want hij gaat wel gewoon echt mee. En dan heb ik van Zoeva 231. Die gebruik ik voor de kleur aan te brengen. Dat ga ik zo laten zien. Deze van MAC 234. Om mijn oogschaduw te doen. En deze gebruik ik voor mijn ooghoeken. Om glitter op te doen. Dat doe ik elke dag. Dus let's start. Oké, voor mijn ooglid. Ik heb zelf groen-bruine ogen. Dus ik vind dat mooi om allemaal een beetje rusty-achtige tinten te doen. Meng ik altijd deze 2 met elkaar. Die 2 kleurtjes. En dat doe ik op mijn ooglid. Zo. Ik ga het even laten zien hoe ik dat doe. Ik doe gewoon zo. En dan gaan we hem opbrengen. Het is niet heel opvallend, maar wel. Ik vind het wel echt net even mooier dan. Niks. Oh, die foundation is zo mooi. Elke keer als ik hem opdoe, denk ik weer wauw. Oké, zo. Die zit erop. Dan voor de volgende in mijn crease. Ik weet niet of het in Nederlands heet, maar dan is het in ieder geval dit gedeelte. Dan gebruik ik deze kleur. En die meng ik ook weer met deze. Ik weet niet waarom, maar ik meng altijd gewoon echt alles. Ik vind dat gewoon mooier. Dus die doe ik dan zo. Stamp ik een beetje erin. En ik kijk vaak ook zelf even waar de schaduw valt. Dat die er net goed in valt. Zo. Ja. En dan soms trek ik hem ook nog een beetje hier zo. Onder mijn ogen door. En dan ga ik dus heel veel met de blending kwast. Dat vind ik wel bij andere mensen hun make-up vaak een van de meest gemaakte fouten. Dat mensen niet goed uitblenden. Dus ik doe soms ook... Voordat ik dit ga doen, een heel klein beetje lichte kleur erop. En dan ga ik dit blenden. Dat het zeg maar een soort van mooie schaduw is. En dat het natuurlijk erin vervalt. Nog een beetje extra wit erbij. En dan. Zo. Zo. Zo goed. Dan ziet het dus zo eruit. En dan als laatste voor mijn ogen gebruik ik deze kleur. Kijk, kan je hem goed zien. Deze in mijn ooghoek. Ik keek vroeger altijd Gossip Girl. En toen had altijd Serena, die had altijd van die glitters aan de binnenkant van haar ogen. En ik vond het zo mooi staan. Ik ben daar letterlijk dus gewoon, ja wat was het, 8 jaar geleden of zo. Ben ik daarmee begonnen. En ik vind het nog steeds, het komt dus door haar. Die heet overigens ook niet Serena in het echt natuurlijk, maar you guys get the point. Kijk, ik vind dat gewoon echt zelf een mooi effect. Dus, dat zijn de oogkleuren. Dan doe ik zelf elke dag eyeliner op. Ik doe meestal, ja heel af en toe wel een klein likje mascara op, maar ik doe meestal of niks of gewoon echt deze ooglook. Ik ben ook door de komst van Olivia er heel snel in geworden, moet ik zeggen. Dus ik kan dit, kijk nu leg ik alles uit, maar ik kan dit wel in 15 minuten dit hele gezicht look doen. Voor mijn eyeliner gebruik ik echt altijd dezelfde eyeliner, ook al 180 jaar van Charlotte Tilbury. De Feline Flick. Hij droogt wel redelijk snel uit, maar ja voor mij, ik weet niet, dit is gewoon echt mijn favoriete eyeliner. En ik heb hem denk ik 20, 30 keer opnieuw gekocht. Dus dat betekent denk ik wel wat. en ik begin zelf aan de binnenkant en dan ga ik naar buiten toe. Oké, ik heb een klein beetje uitgeschoten, maar dat gaan we zo fixen. This is one.
allebei mijn eyeliners zitten erop op allebei de ogen. En ik vind deze niet helemaal netjes. Dus dan pak ik altijd even een wattenstokje en ga het even fixen. Ik zie dus heel vaak dat mensen van die make-up tutorials filmen dat alles perfect gaat. Maar ik heb wel dagen dat het perfect gaat, maar vandaag niet. Maar ik ga niet net doen of het perfect gaat, want ja, iedereen die maakt fouten met make-up en ik ook nog steeds, uiteraard, elke dag. Even kijken. Ik vind dat hij op één stukje nog iets zwarter kan. Volgens mij is hij zo wel good enough for the day. Alright. Oké. Okay. Eyeliner zit erop. Dan is mijn volgende stap mascara. Vroeger gebruikte ik best wel veel nepwimpers, maar ik vind toch dat de oogopslag, tenminste dat is bij mij zo, niet bij iedereen, maar ik vind dat mijn oogopslag iets minder mooi wordt. Dus ik gebruik nu weer gewoon mascara en ik gebruik twee verschillende mascara's. Eén is van Charlotte Tilbury Full Fat Lashes, dat is deze. En de ander is Dior Show Pump & Volume en dit is de nieuwe, de oude vond ik ook minder goed. Is dat bij ons? Oké, wacht, zet ik hem voor pauze. Oké, dus ik ga deze twee nu gebruiken en ik begin met deze. Want deze, ik vind dat... Kijk, wimpers is wel heel individueel. Ik denk dat ik 5 mascara's kan opnoemen die ik heel goed vind, die voor mij specifiek heel goed zijn. Maar het hangt gewoon echt van het soort wimpers dat je hebt af. Ik heb zeg maar vriendinnen die hebben gewoon best wel lange wimpers en het boeit voor hun gewoon niks wat voor mascara's ze op hebben. Want het zit altijd wel goed. Ik heb gemiddelde wimpers zou ik zeggen. Maar niet extreem mooi krul en ook niet heel lang. En ik wil ze natuurlijk altijd langer laten lijken. Dus dat is mijn persoonlijke doel. Niet dikker, maar langer. Dus daarom weten jullie een soort van de achtergrond van mijn wimpers. En dat is ja, hoe ik mijn wimpers gebruik. We hebben een mascara gebruikt. Doen jullie trouwens ook altijd mascara met je mond open? Wacht, zal ik even één oog, dan kun je het verschil tussen één oog 1 en oog 2 zien met en zonder mascara. Het is ook nog eens zo dat ik zeg maar echt lichte wimpers heb. Dus bij mij is het verschil echt mega groot, vind ik zelf. Oké, dit is dus mijn laag met alleen Charlotte Tilbury. En dan gaan we nu die Pump the Volume doen. Ik ben hier achter gekomen toen ik in... Canvas voor filmfestival met Dior make-up. Ik weet niet of jullie die vlog gezien hadden. En toen had ik al een beetje mascara op. En toen deed die make-up artist van Dior deze eroverheen. En toen dacht ik echt, wow, dit is echt mooi over je eigen mascara nog heen. Dus sindsdien ben ik hooked. Kijk, dit is mij dus het verschil. Tussen één oog wel en het andere oog niet. Dat is best wel een heftig verschil. Maar goed, let's do the other eye. Ik heb gisteren Castor oil besteld op Amazon. Ga ik ook in de vlogs vertel ik daarover. Maar daar schijn je hele lange wimpers van te krijgen. Een vriendin van mij heeft gebruikt, haar wimpers zijn zo ziek lang geworden. Want ik wil gewoon niet altijd neppe dingen zeg maar over doen. Dus wimpers plakken en zo. Maar gewoon dat het allemaal uit zichzelf komt. Dus ik ga het gebruiken en hopelijk heb ik dan ook lang wimpers. En dan verf ik ze meestal zwart voor de zomer. Dat als ik ga zwemmen dat ik er nog normaal uitzie. Oké, mijn Charlotte Tilbury laag. En dan nu de Dior eroverheen. Ik hoop echt dat jullie leuk vinden dat ik een andere video heb opgenomen. Ik vind het zelf zo leuk om andere video's te maken. Het kwam er gewoon elke keer niet van. En nu dacht ik gewoon, oké, we gaan wel gewoon vanaf nu een derde video in de week erbij knallen. Het is gewoon leuk om dat naast de vlogs ook te doen. Oké. En de mascara zit erop. Dat is mijn volgende stap, altijd. Dit is mijn persoonlijke volgorde dus. Nee, weet je wat eigenlijk wat ik hier tussendoor nog doe? Dat is echt heel fout, maar ik wil niet slecht influencen. Alleen, ik ben hier wel verslaafd aan. Ik heb ook altijd in Amerika die Visine oogdruppels.
waar je minder rode ogen van krijgt. En ik heb niet eens hele rode ogen nu, maar ik vind gewoon, ik heb het idee dat ik er dan gewoon nog frisser uitzie. Dus eerlijk, ik doe dat gewoon altijd er nog bij in. Dus dat heb ik nu ook gedaan. Mijn volgende stap is dan concealer. Ik gebruik twee concealers. Deze concealer van Collection. Die kan je nu eindelijk op Bob.com ook kopen. Echt cool. Dus ik moest altijd naar Engeland hiervoor. Gebruik ik 10 jaar. 10 jaar lang. Dus realiseer, wauw, echt dat ik samenwerking met ze had. Ik heb nooit een glaas product of iets gekregen. Maar ik gebruik hem al 10 jaar lang. En ik heb de kleur 1 en 2. Dit is kleur 1. En hij heet Collection Lasting Perfecting Concealer. Dit is de allerbeste concealer worldwide. Eigenlijk moet ik het niet vertellen, want dan gaat hij straks uitverkocht zijn op Bol.com. Misschien moet ik zelf vandaag nog even instaan. Hij blijft zo goed zitten. En het is gewoon, ja, hij is gewoon perfection. Hij dekt heel erg. Die gebruik ik voornamelijk op plekjes. Mijn huid is niet heel slecht nu, moet ik zeggen. Maar soms wel natuurlijk. Dus dan gebruik ik die. En de andere, even kijken hoe deze heet, is van Armani Power Fabric Concealer. Is de Power Fabric Concealer. En die is dus heel erg moisturizing. Dus die doe ik onder mijn ogen. Want deze is wat droger. En als ik die droog onder mijn ogen doe, dan krijg je zeg maar van die lijntjes als je zo lacht. deze heeft dat wat minder, maar dekt ook heel erg. Dus ik begin met die Power Fabric Concealer. En die is echt gewoon zo lekker creamy. Die doe ik zo. En dan doe ik die Collection. Doe ik hier een beetje. En ik heb hier een rood plekje die ik forever heb, die niet weggaat. Ik weet niet wat het is. En dan een beetje nog hier. Hier heb ik een pigmentvlek van Being Preggers. Dus dat. En ik gebruik niet mijn Beauty Blender om mijn concealer, ik weet niet waarom, maar vind ik niet fijn om mijn concealer te verwerken. Maar ik heb een Dior kwast in 11 en die vind ik zelf heel chill om de concealer mee te blenden. En ik gebruik uiteraard altijd concealer lichter dan mijn foundation. Echt veel lichter, maar onder je ogen is dat eigenlijk echt belangrijk. Wat ik daarna zelf nog doe, volgens mij doet echt niemand dit, maar ik doe daar dan nog een heel klein beetje, ini mini beetje foundation overheen. Want ik gebruik niet echt poeder als een soort van setting laag. Dus een klein beetje foundation eroverheen. Oké. This is done. Dan gaan we nu poeder doen. Even kijken. Ik gebruik poeder. De poeder die ik gebruik is van Armani. En dit is de kleur 8. Neo Nude heet die. Fusion Powder. Ik gebruik deze omdat ik een hekel heb aan glitters in bronzer. En hier zitten geen glitters in. Zo ziet hij eruit. Ik hou echt niet van bronzer. Want ik gebruik die bronzer echt om te shapen. Dus ik wil niet dat hij dan een soort van zo'n glitterbal wordt. En ik gebruik deze kwast. Eigenlijk gebruik ik ook twee kwasten hier voor dit 14 van Dior. En ik doe het hier. En hier. En een beetje daar. En ik doe zelf, neem ook altijd mijn nek mee. Ook met mijn foundation trouwens doe ik dat normaal wel een klein beetje. En mijn oren. En ook hierbij gewoon super veel blenden. Ik heb dus dit kwastje, volgens mij is die ook van Armani. Ja, deze kwast van Armani, waar ik zeg maar vaak nog even één keer eroverheen ga. Dat alles zeg maar heel natuurlijk geblend is. Zo. Dan, my next step is neuscontour. Doe ik, laten we zeggen, 80% van de tijd. Doe ik ook met deze van Armani. Die vind ik heel natuurlijk en de kleur vind ik echt perfect. Die heet E-contour. Zo ziet hij eruit. En ik maak mijn neus zeg maar door de contour iets smaller. Tenminste, optisch. Zo. En zo, kijk. Zo. En ik doe dit altijd uitsmeren met mijn handen.
En dan nu mijn favorite part of all. En dat is highlighter. Ik doe mijn wenkbrauw echt als allerlaatste. Want met die kwast en zo, dan haal je je wenkbrauw toch elke keer weer door de war. Dus ja, ik doe dat als laatste. Ik gebruik deze ook best vaak. Ook soms onder mijn foundation. De Hollywood Flawless Filter van Charlotte Tilbury. Maar ik gebruik ook als highlighter, want hij dekt ook nog eens. Dus ik doe het als een soort van onderlaag voor andere highlighter. Die ik ga gebruiken nog. Want je kan het ook als foundation überhaupt gebruiken, maar dat doe ik zelf dus niet. En deze doe ik ook met mijn handen uitsmeren. Want ik vind met highlighter, als ik dat met kwast doe, het gaat bij mij persoonlijk altijd helemaal mis. Kijk, dit is laag 1. Tweede laag die ik doe, dit is een van mijn favoriete highlighters. Als je zeg maar echt een summer glow wil doen die heel natuurlijk is of nauwelijks make-up wil gebruiken, kan je deze ook zo alleen gebruiken. Van Chanel, die is transparent, balm essential. En die gebruik ik als highlighter op mijn cheekbones, die ik niet heel erg heb, maar wel meer probeer te laten lijken door veel highlighter te gebruiken. En dan ga ik die zo uitsmeren. En op mijn neus gebruik ik deze highlighter. Die is nog heftiger. Master Strobing Liquid van Maybelline. Daar gebruik ik één puntje van. Ik vind dat op je neus dat het alles heel snel heftig lijkt. Maar ik zie zo'n puntje op je neus. Zo'n highlight puntje. Het is echt heel mooi. Dat doe ik ook pas sinds een halfjaartje denk ik. Maar sinds ik het doe vind ik echt... Ook als ik foto's van mezelf zie maakt echt het verschil. Smeren deze nog een beetje uit. Zo. Dan heb ik weer een soort van healthy glow. En dan gaan we... Soms doe ik trouwens nog ook een klein beetje blush. En ik gebruik deze kleuren van MAC. Dit is een Pro Face Palette Bright Blush. En dan doe ik meestal deze twee kleurtjes. Gewoon een klein beetje met mijn vinger zo. Ik doe het allemaal... Nog. Oh, dat is wel mooi eigenlijk. Ik heb het afgelopen dagen niet gedaan. Het ziet er wel veel liever uit, vind ik. Als je een soort van blush doet. Even kijken of ik het gedaan heb. Ja. Ja, ik vind het gewoon mooi. Dan eyebrows. Ik doe niet heel veel aan mijn wenkbrauwen. Want ja, dit zijn gewoon mijn natuurlijke wenkbrauwen. Ik verf ze niet. Ik doe er niet echt iets mee. Ik zou ze wel dikker willen, maar... It is what it is. En ik gebruik twee producten voor mijn wenkbrauwen. Altijd de Gimme Brow van Benefit. Daar zit een kleurtje aan. En ik gebruik Brow Wiz van Anastasia in Ebony. Volgens mij. Oh nee, in Taupe. Vroeger gebruikte ik Ebony, maar die was te donker. In Taupe. Dus ik ga altijd eerst kammen. En dan het enige wat ik eigenlijk doe is gewoon een klein beetje. Hier zo heb ik een beetje een gat. Dus dat teken ik ietsjes dikker. Zo, en dan hier doe ik eigenlijk een beetje hetzelfde. Gewoon een heel klein beetje erbij. Maakt toch wel net verschil. En deze kant nog een beetje. Zo, that's it. En dan ga ik er overheen met die Gimme Brow. Daar schijn je ook dikkere wenkbrauwen optisch van te krijgen. Zo. En dan deze. Zo. Zo. Dat zijn de eyebrows. En als laatste doe ik mijn lippen. Ik heb denk 3-4 producten die ik gebruik. Mijn favoriete lipliner is op. Die is van Charlotte Tilbury en die heet Pillow Talk. Maar ik heb wel een nieuwe favoriete lipstift. Dit kwam in een perspakket en het is van Guerlain. Even kijken. Ik weet gewoon eigenlijk niet welke kleur het is. Nee, het staat er ook niet op. Deze kleur is het. I'm sorry. Ik kan jullie niet helpen. En het is van Guerlain. En ik heb qua lippotloden heb ik deze twee die ik nu gebruik. Dit is Kylie Jenner. Kylie Candy K. En dit is Charlotte Tilbury Super Size Me. En ik kijk meestal gewoon naar de lipkleur die ik gebruik. Welke erbij past. Maar ik denk dat die van Kylie. Ja, die past hier perfect bij. Dus ik doe zelf eerst een lipliner. Oh.
Dus ik doe zelf eerst mijn lipliner en dan als laatste mijn lipstift. Okay. Die van Kylie trouwens, die lippotloden, die blijven zo ziekelijk goed zitten. Kan je echt drinken, alles mee doen. Ik doe dat zo, want ik wil natuurlijk wel dat het lijkt dat ik iets dikkere lip heb. Dus ik ga er een klein beetje overheen. Eigenlijk kan dat best wel veel verschil maken als je dat doet. Je lip lijkt wel echt gewoon 20% dikker daardoor. En dan ga ik er overheen met die lipkleur. Ik vind deze lipkleur echt heel mooi. Die ziet er zo uit. En guys, we are ready. Dit is mijn everyday make-up als ik make-up op doe. En ik vind het zelf heel mooi. Het lijkt een soort van natuurlijk. Het is niet too much voor mij persoonlijk. En dit is het. Ik ga nog even mijn haar kammen en dan aankleden. En dan zijn we ready to go. Ik heb overigens echt de helft van de week mijn haar in een staart. Want op de een of andere manier vind ik dat leuker bij mezelf staan. Maar vandaag doe ik het los. Zo. En dit is het. Ik hoop echt heel erg dat jullie deze video leuk vonden. Laat even een comment achter wat jullie ervan vonden. En wat jullie zelf doen qua routine. Wat jullie leuk, niet leuk vonden. En dan weet ik dat voor de volgende keer. Heel erg bedankt voor het kijken. En vergeet niet te subscriben. En te volgen op Instagram. @creativejetlags. En dan zie ik jullie heel snel weer.